Goedenavond, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. Vandaag is het 19 januari 2020. 2021. Oh, 2021, dank je, Vince. Hele dag niet gevlogd, maar wel even een paar keer de sluis opengezet, zeg maar. Ik geloof dat dat ook een manier van verwerken is. Ik heb, even kijken, 2 kaartjes ontvangen en een express mail of zo. Nou, volgens mij ben ik vergeten een rekening te betalen of zo. Het zal best. Nou, komt nog wel. Even de kaartjes bekijken. Vind ze het voor het dan ook dekkers? Oh, dat is wel een mooie. Deze kaart is van Wendy. Oh nee, haar ouders. Beste Jennifer, we wensen jullie veel sterkte en kracht toe om dit te verwerken. Denk aan alle mooie momenten samen en hou dit vast. Sterkte en dan de namen van Wendy's ouders. Mooi kaartje is dat. Nou, ik zal hem nog een keer laten zien aan jullie. Vind jij hem ook mooi, Vince? Mm-hmm. Vince wil nu niet in beeld, want hij is aan het eten. Ja. Even kijken, hoe gaat deze open? Dit is ook eentje. Ja. Oh, die is ook mooi. Heel veel sterkte met dit grote verlies. Het valt me op dat mensen altijd zeggen met dit grote verlies. Of met jou, zeggen ze het nooit. Of wel? Hopelijk zal de tijd helpen om rust in je gedachten te brengen, zodat kostbare en mooie gedachten de pijn kunnen verzachten. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Liefst Christel en Marloes. Ja, die is mooi. Heel erg lief. Ja, en Jennifer en Vince Dekkers. Nou, nu moet je mijn achternaam maar aannemen. Nee. Als het ooit zou gebeuren. Dat gaat nooit gebeuren. Ik vind het hele mooie kaartjes. Ik ga ze dadelijk een mooi plekje geven. Nou, wat hebben we vandaag gedaan? Eigenlijk super weinig. Echt, ik probeer het te verwerken op mijn manier. Maar ook wil ik alle berichten... alle mensen bedanken. Die gecondoleerd hebben gezegd en sterkte hebben gewenst, ze ook op YouTube. Bij de reacties op het filmpje over mijn moeder. Wat ik vandaag heb geplaatst. Het is nu 19 januari, dus vandaag geplaatst. En dit zien jullie vandaag. Of weet ik veel, ja. Ik kom niet meer uit mijn woorden af en toe. Nog steeds een beetje treurig. En Vince troost me enorm. Jij doet ook echt heel veel dingen van mij. Maar je zegt ook gewoon op een gegeven moment zo. Nou, je nu even afleiding hebben. Hier alsjeblieft, ga dit doen. Dus dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Nu wilt hij wel in beeld. Hallo. Nu heeft hij niks in zijn mond. Goedenavond allemaal. Ja. Dus dan kan ik Vince echt heel erg om bedanken. En echt, je bent soms een boksbal. Soms ga ik slaan op zijn hand zo. Zodat het een soort boksbalachtig iets is of zo. Stootkussen noemen ze dat, hè, eigenlijk. Ja. En dan doe ik zo, dan zo en dan omlaag, opzij, weet ik het allemaal. Mijn frustratie er een beetje uitmeppen. Dit dus, kijk, dit dus. Dat doe ik dan zo. Of waaien, zo, box. En zo probeert Vince mij dus op te vrolijken. En dat is super lief, dank u. Kijk, elke manier die je kan bedenken, probeer ik op te vrolijken. En dat vind ik lief. We gaan nu, als we kijken naar de emotie, iets van mij wat ik graag wil. En de Jennifer wil dat ook heel graag. Maar niet dagen achter elkaar. Nee. Dan word ik gek. We wilden gisteren kijken, eergisteren, en dan ga ik ook kijken. Maar nee. Mijn wil is wet. Ja. Nou, trouwens, het was ook net van Jennifer's moeder. Mm-hmm. Die, Nou, we hebben wel samen Sims 3 gespeeld even.
Jij hebt het huisje een beetje ingericht. Ja, ik bak er niks van. Ik bak er niks van, maar goed. Nou ja. Ik heb architectuur gestudeerd en wel enig kennis, enig gezicht. En ik hou ervan om mijn huis helemaal vol te proppen met meubeltjes en weet ik het allemaal. En Vincent heeft echt iets van, nee, niet doen! Dat was hier ook. Maar dat maakt niet uit verder. Ja. Jullie zien me zo meteen weer. Dus tot later. Kom aan, mijn geluiden. Wat ben je aan het doen, Vin? Oh, die pizzadoos aan het vernielen. Kan ik helpen daarmee? Okay. Hè? De hulp van je. Ja. En die stopte jij binnen. Nog kleiner maken. nou, dit is al klein genoeg toch? Mm-hmm. Of deze moet nog kleiner. Zo. Dat past alles. Maak het dan nog kleiner. Ook deze. Dan past het er makkelijk in. Vince had geen zin in koken vandaag. Hij wou pizza. Gezien de tijd. Wat zegt u? Gezien de tijd ook, ja. Want hoe laat kwam erachter dat we... dat we gaan eten? 7:00. En dan dachten we te gaan koken. Ja. Maar ik had al wat in gedachten. Komt nog wel een keer. Die tofu of tau, tempeh, ik weet niet. Die alle patat weer. Camera staat aan. Ja. Dat als weer een klein stukjes scheuren, dat maakt een prullenbak past. Ja. Nog kleiner. Dat is niet droog. Hè? Dat is wel niet droog. Nog kleiner. Moet nog kleiner. De batterij was net uitgevallen van de camera. De batterij was net uitgevallen, jee, maar hoe noem je dat? De batterij was leeg. Ja, ik kan ook stro in. Ja, ik wou ook stro, ja, dat is heel veel zin in. Knak, 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 in mijn rug. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Gaat dat goed? Ja, kan behoren. Je wat? Naar behoren. Naar behoren. Oh jee. Nog een keer? Toen werd ik klap van je moeder. De wat? Toen werd ik klap van je moeder. Nou, het zat er ook aan te komen. Daar waren we ook naartoe aan het streven een beetje. Want dat zou toch niet te voorkomen zijn. Ik had... Toen heb ik het langer gehoopt. Nou ja, als je het echt zo laat zag, van afgelopen vrijdag. Ja, dan
niet, maar goed. Ik bedoel meer van het lang gehoopt dat ze nog wat langer tussen zouden zijn in gezondheid. Oh ja, dat had ik ook gehoopt, ja. Dat ze de hooguit de 80 zou halen, maar dat is niet gegund helaas. Dus ja. But we go on. The show must go on. Actually, of zoiets in die trant. Life goes on. Life goes on, dankjewel. Vincent, life goes on. En dat is waar. Zullen we dammen? Oké. Dan ga ik deze in de oplader gooien dadelijk. Batterij is leeg. Ja, nou ja, hier zo naar je hoofd. Die had ik nog niet gezien, dat bord. Shit. Ik laat de plantjes zien. Mooie plantjes. Let there be life. Zo. Ik heb, ik wil eigenlijk heel veel zeggen, maar het komt er niet echt uit. Dus, tot later. Dan hebben we gedaan, maar niet gefilmd. Gaan we volgende keer filmen met Vince? Mm-hmm. Ja. En daarna is Vince FIFA gaan spelen, zoals jullie zien. Liverpool tegen Bayern. Mm-hmm. Je hebt nog steeds geen eigen team. Hoeveel mensen heb je nu toegevoegd? Nog geen. Ik zag al dat de mensen nog geen eindelijk om te spelen. Ik was het al een minuut aan het spelen. Oké. Okay. En ik heb weer even geprobeerd Sims 3 te spelen. Vandaag, morgen. Ga ik naar mijn moeder toe? Of nou ja. Klinkt zo gek om dit zo te zeggen eigenlijk. Hoe moet ik dat dan zeggen? Naar mijn stiefvader of bonusvader? Ja, ik zeg wel gewoon bonusvader. Naar het huis van Co. Blijft eigenlijk gewoon van mama Co, vind ik. Ja. Het wordt ook zo, het is zo gek om het zo te zeggen. We gaan naar Co toe. Hè? We gaan naar Co toe. Ja, dan vind ik ze raar klinken. Nee, dat hoeft ook niet. Laat maar zitten. Dat dus voor de emo. Tot de volgende vlog. Ik hoop toch dat jullie een beetje kunnen lachen om een domme grap of zo. Weet ik wel, als ik grap heb gemaakt. Geen idee, ik kan me eigenlijk niet echt herinneren. Het gaat een beetje als een roes of zo alles. Of zo noem je dat toch? Een waas. In een waas, ja. Kan. Nou ja, tot de volgende keer allemaal en tot de volgende keer.